het raam en ik zag hoe mooi de wereld was. En ik hield van alles wat om me was. Natuurlijk van mijn ouders het meeste. En daarna van mijn speelgoedbeesten. Een beer. Vroeger sprak ik zachtjes met mijn teddybeer. Hij keek erbij ook naar mij. Maar wat ik ook probeer, het is niet meer. Het is niet meer. Dat oortje, dat heb ik eraf geknabbeld als ik... Als ik verdriet had, er viel wat op de grond, of er raakte wat kwijt, dan was er wel iemand die je hielp. Net zoals u vanmiddag. U hebt me geholpen met een uur samen met u te zijn, om te gaan zingen, te dansen, van elkaar te houden en zo lang mogelijk met elkaar te zijn. En ik hoop nog levenslang. En vanmiddag was ik even uw clown. Dag. Thank you.
haar moeder, van Jetty. Nee. Ook van oma, ik zeg het verkeerd. Ja, van oma Eip. En ze is dus een kleindochter van Eip. En Nees en Eip die zijn getrouwd op 9 mei 1957. Eip heeft toen haar trouwjurk zelf gemaakt. Dat was een hele klus, Eip. Ik weet niet waar Eip zit. Oma, maar dat is een kistje. Oh! Die oma is gemaakt van een mooie ivoorkleurige jacquardstof. Met gestoffeerde knoopjes op een voorpand. Ja, dat is een heeft een opstaand. Ze is nog niet klaar. Lap nog maar een keer, ja. De onderrok van Eip was gemaakt van een stijve katoenen stof, zodat de jurk ook mooi wijd uiteen valt. Vanmiddag heeft Talita er een hoepel onder gedaan. Wil je jurk maar een klein stukje op misschien, Talita? Zodat we de hoepel kunnen zien. Zo, Benjamin. Mooi, hè? Dat doe je goed. Prachtig. We hebben wel een applausje voor Benjamin, hè? Goed zo.
Ruim 2 ons. Een stukje bij, kleintje. Zoiets. Ja. Nou is 3 ons precies. Ja. Oh ja. Ja, dat is ik. Oh, ik heb iets moeten filmen. Twee wilde u, hè? Ja, alsjeblieft. Bring back, oh bring back my body to me.